Zes ronden voor deze renners. Zes ronden. En dan een massaspurt, opgepast. Ja.
En die spurt wordt gewonnen door het nummer 5. De kinderaxel. Opgepast van het parcours alsjeblieft. Nou jongens, de laatste meters. Proficiat jongens, proficiat. Ja, zo'n 13 jaar, ik was een 13 jaar. Ja, maar ja, tegenwoordig. Dat komt voor deze mensen, voor het verlof van de wedstrijd. Ja. 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 Wacht, hij is toch tijd voor mij. Volgens mij zijn we een beetje. En ik weet het niet. Maar het is niet zo. Nee, op internet. Internet, ik weet niet of je YouTube kent. Ik heb weer een internet. Oh, dat komt er dus ook. Misschien iemand die je kent van de mannen die je meegereden hebt. Jan, die is er op internet. Ja, je kunt dat pakken, hè. www. Van Ibo en Jan. Ga mee. We zeggen dat een roe spa is. Pik, klap bij zijn naam, hè, jong. Dan komt dat in de gazette. Die zat de delegees er eens lopen. Trek het maar niet open. Maar het is niet open gedaan, dat is zins, hè. Trek het maar niet open. Ik ga nog van de contact in, ja. De kinderaxel. Derde plaats, Helmans Lennart. En dan eveneens, het eerste prijsje, Kems Stefanie. En de vijfde plaats, Peters Fleur. Dat doet niet gewoon, maar. Daar staat je ploeg op. Ik heb hem al vijf jaar. Ik heb hem al vijf jaar terug. Doe ja. Axel, die bloemen staan voor uw been. Ja, zet je bloempot maar weg, joh. Maar ja. Geef je man nog een. Ja. Oh. Hé, hey, lachen de mannen! Lachen! Kies! En nog een applaus voor deze renners!